Yo YouTubers, hier met vandaag de roomtour, de setup video, de alles. Ik had op social media, op Twitter en Facebook gezet, zouden jullie het leuk vinden als ik een roomtour zou doen? En ik heb daar hele positieve reacties op gehad en fucking snel heel veel commentaar op gekregen van ja, doe dat, wij willen dat, ja kom, zet dat maar al online. Dus ik ga nu mijn roomtour opnemen, ik ga nu van buiten dus aan mijn deur staan en dan wandelen wij door mijn kamer en toon ik alles een beetje aan jullie. Maar allereerst, vrijdag 13 februari, ga ik livestreamen om 8 uur op Twitch, dus be there. En wij gaan nu bijna aan de roomtour, let's go! In een kamer heb je natuurlijk altijd een deur. En daar beginnen wij dus erbij. Dit is de ingang, gewoon typisch een witte deur met één bordje op. Verboden toegang, ja, lekker boyish. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we. Zijn wij dus in mijn kamer. Ik heb het licht even aangedaan. En ik heb jullie expres nog niks getoond van mijn kamer. Het enige wat jullie nu zien is deze muur. En op die muur staat er niks. Gewoon echt de piemels. Vroeger hangde deze vol met posters. Maar ja, nu is dat gewoon de enige muur in mijn kamer waar er niks hangt. En zo komen wij bij het allereerste ding in mijn kamer. En dat is mijn motherfucking king size bed. Fucking awesome! Is het? Het is een dubbel matras boxspring. En dat betekent, als je erop springt, veert die fucking hard. Check this. Het is een fucking nice bed. Ik heb hem nog niet zo lang. En ik heb eigenlijk ja, gewoon gewacht om deze roomtour op te nemen. Tot ik mijn nieuwe bed had. Want Hans, mijn setup is veranderd. Dus meestal lig ik hier dan in de ochtend te slapen en typisch te doen. En dan word ik wakker. En dan, ja, dan verplaatsen wij direct al naar de YouTube kant. En dat is mijn computer. Dus elke ochtend rol ik dan gewoon zo. Hoppa. Ja, dan plof ik ja gewoon in mijn stoel. En dan zit ik hier aan mijn computer. En ik ga alles benoemen wat ik heb van hier. En ja, laten we beginnen. Dit is dus een beetje de viewpoint wat ik altijd zie als ik in mijn stoel zit. Maar we gaan van links naar rechts beginnen. Dus ja, dat is mijn bed. En ja, naast mijn bed staat eigenlijk gewoon het biestje van deze setup. Mijn fucking mooie, gewaterkoelde, blauwe, grote computer. De specs van dit monster staan allemaal op mijn kanaal in de kanaalbeschrijving. Dat is zo op over bij mijn kanaal. En dan gaan wij dus naar links. En het eerste dat wij tegenkomen is mijn rode microfoonarm. Dit ding is fucking epic. En ja, je kan er gewoon eigenlijk alles mee doen. Je kan hem in elke positie zetten dat je wil. En nou ja, dan heb je eigenlijk gewoon de perfecte microfoon. Aan mijn statief hangt er een Blue Yeti shock mount. En deze zorgt eigenlijk gewoon dat er geen irritante schokgeluidjes zijn als ik aan het opnemen ben. Hier hebben wij gewoon een simpele popfilter. En hier natuurlijk mijn micro, de Blue Yeti microfoon. Fucking goede microfoon. Ik denk dat fucking veel Belgen deze hebben. En het is gewoon een geweldige microfoon. Dus dat is het eerste, mijn microfoon ding alles. Volgende wat ik aan jullie ga tonen is eigenlijk een beetje de kabels. Want ik ben heel fucking slordig. Dus ik heb alles gewoon van kabels achter mijn computer gelegd. En ja, dat is gewoon een dikke rampage altijd. Het volgende is mijn Samsung scherm. En ik kan jullie zeggen, het is een fucking goede monitor. En echt, ik vind hem geweldig. Hij shine nice, hij heeft mooie resolutie. Maar ik moet hem wel uitzetten, want anders is de belichting kut. Dus ja, nu zien jullie hem wel een keer aanstaan. Dan hier hebben wij de Razer Kraken Ultimate. En dat is een fucking goede gaming headset. Hij zit fucking lekker, hij geeft licht als je hem aansluit. En je hebt natuurlijk ook een microfoon aan deze headset. Dus ja, je kan er eigenlijk alles mee doen. Van skypen tot 720 geluid. Dus dat betekent dat je het geluid hoort draaien rond je hoofd. Als er bijvoorbeeld in Call of Duty iemand achter je loopt, je hem gewoon hoort lopen. Hier hebben wij de Black Widow toetsenbord van Razer. En dit schatje is gewoon echt, ja, het mechanische toetsenbord van de eeuw. Luister, luister gewoon naar dit geluidje. Ja, ik vind het gewoon een fucking geil toetsenbord. Hij typt nice. Het enige kut is, als je gamevideo's wil opnemen, hoor je heel de tijd dat irritante getik. Dus ik gebruik mijn PlayStation controller hiervoor, maar die ga ik zo meteen wel tonen. Daarnaast hebben wij mijn Razer muismatje. En deze is niet zo speciaal. Ik heb deze gratis gekregen bij aankoop van de headset en het toetsenbord. Maar ik heb deze in een pakket gekocht en daarbij heb ik dit mooie matje gekregen. En dan hier hebben wij de allereerste editie van de Razer Naga. En ik ga nu even op een knopje klikken om ze lampjes aan te stoppen. Dit is de Naga. Je hebt hier dus allemaal toetjes. Super handig om League of Legends te spelen. Dit is de oude editie. En hier hebben wij mijn gaming scherm. En jullie zien mij nu. Hey, hallo YouTube. En dit is het scherm waarop ik naar televisie kijk. En waarop ik game met mijn PlayStation 4 en mijn PlayStation 3. Dus op dit ding wordt er gerecord voor PlayStation shit. En op die wordt er gepc-gamed. Ik ga zeggen dat hij een beetje te groot is. Maar ik vind hem gewoon goed. Hij heeft de leuke grootte. Je ziet alles er goed op. Hij is lekker HD. Dus ik vind hem gewoon top. Daarachter hebben jullie mijn statief. En ik heb mijn statief hier gewoon gezet. En dan daarmee
record ik mijn facecam voor gamevideo's. Als ik mijn statief nodig heb, dan neem ik hem er gewoon af en ja, zet ik hem in mijn camera en neem ik een praatvideo op. Daarnaast hebben we natuurlijk mijn PS4, mijn geweldige gaming baby. En daarop hebben we mijn lamp. En dit is eigenlijk de lamp die ik gebruik als belichting als ik mijn facecam aan het opnemen ben. Ik kan nu zeggen dat het een skere lamp is wel. Het is echt wel een fucking felle lamp. En ik heb ermee moeten leren omgaan dat als ik daar zit, dat ik zo fel licht in mijn gezicht heb. Ik vind het een geweldige lamp, hij verlicht mooi. Dus ja, ik denk niet dat ik geld moet investeren in dure softboxen als ik gewoon een grote lamp heb. Dan hebben we hier een beetje mijn rommeltafeltje. En hier leg ik eigenlijk gewoon alles op. Van geld, tot sokken, tot schoolwerk, tot games, tot drankjes. Eigenlijk gewoon een beetje alles. En hier, ja, leg ik gewoon alles op wat ik maar heb. En ik hou dit een beetje geordend, probeer ik. En hier, ja, smijt ik eigenlijk gewoon alles een beetje. En hier probeer ik mijn huiswerk te maken. Dan hier hebben wij de controller die ik altijd gebruik. Het is de PS4 SCUF met een PS3 control freak erop. Gewoon omdat ik deze soepeler vind. Ik vind het gewoon een fucking mooie controller. Ik speel er graag mee. Het is nice dat hij SCUF is. Hij heeft een lekkere control freak en ik vind hem gewoon mooi gemodified. Hier hebben wij dan mijn fucking grote raam. Die echt wel gewoon, ja, de helft van mijn kamer is. En hier kan ik altijd lekker naar buiten kijken en gewoon genieten van het weer. Ik heb ook een klein terrasje waardoor ik buiten kan staan. En dit gebruik ik eigenlijk meestal gewoon als ik aan het vloggen ben. Om een beetje van de omgeving te veranderen. Dus nu sta ik hier gewoon, ja, op mijn terras. En ja. Ja. Daarnaast hebben wij dus mijn printer en een oud kastje die eigenlijk al lang, lang weg had moeten zijn. En hier hebben wij mijn oude laptop. En op deze laptop is het allemaal begonnen met YouTube. Maar ja, hij is nu een beetje kapot. Het scherm hangt los. En ja, ik kan hem niet meer opstarten, want er zijn kabels kapot. Waardoor het scherm niet meer verbonden is met het moederbord. Dus ja, dit ding is gewoon, ja, kapot. Hier hebben wij dan een kast met allemaal shit op die, ja, die ik niet zoveel gebruik. Maar er liggen wel een paar nuttige dingen in. En ja, soms neem ik er dan gewoon iets van en gebruik ik het. Hier hebben wij mijn skihelm. Dus als je deze helm ziet met die bril, dan weet je dat het ijs zit is. Hier hebben we dan eigenlijk een beetje mijn Simpson wall. Want ik ben altijd wel al een Simpson fan geweest. En ja, dat is eigenlijk gewoon een beetje, ja, ik weet niet, het grootste deel van mijn jeugd geweest, de Simpson. Hier hebben we dan het schoolgedeelte. Het lijkt er wel een jacht op. Maar ja, ja. Mijn boeken liggen hier. Daar ligt er allemaal shit. Daar ook nog een beetje. En ja, dat is, ja, het schoolgedeelte. Dan heb ik hier mijn grote kast. En dit is altijd het stuk waar jullie zicht op hebben als ik aan het recorden ben. En in de klerenkast, holy shit, wat zou erin zitten? Zijden kleren, oh my god, inderdaad. Er zitten gewoon kleren in de klerenkast, oh my god. Last but not least, alle schoendozen. En dan kan je zeggen, ja, het zijn er echt fucking veel. Allemaal boeken en shit, films, strips, boeken. Eigenlijk gewoon van alles dat te maken heeft met boeken. Ik koop per se een soort van boekenkast in mijn kamer. Ja, ik vind wel dat die nice gevuld is. Dat is dus een beetje mijn kamer en mijn setup. Dus ik hoop dat jullie het een beetje nice vonden. Waarschijnlijk hadden mensen gedacht dat mijn setup veel explosiever ging zijn. Maar eigenlijk is het best wel basic. Hoe jullie het leuk vonden, vond jij deze video nu leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Dan weet ik dat jullie deze soort video's ook gewoon epic vinden. Ik ben Ace Sitsa. Smash die like. Tot morgen. En bitches, vergeet niet dat ik vrijdag live ga. Kom zeker checken. Want anders, ja, ik ben naar je huis. Ja, joe. Allee, ja. Joe.